unieke situaties en niet alledaagse beelden. U ziet het bij Niveau TV Magazine. In deze uitzending van Niveau TV Magazine zult u zien dat het met de jeugd nog niet zo sterk of erg gesteld is zoals veel mensen wel denken. Dat er nog hele goede jeugd is die ook wat voor een ander over heeft. Ik sta hier voor het huis van Jeff Scheffers, een oud-directeur van de Stadsacademie. Vroeger heette dat de Kunstnijverheidsschool. En die is 102 jaar. En die krijgt elke dag bezoek. Die krijgt elke dag bezoek van jou. Hallo. Hoi. Vier punten altijd. Ja. Safir. Ja. Safir Renkes. Jij bent 22 jaar. En wat kom jij hier doen? Ik kom Jeff Scheffers van 102 jaar kom ik voorlezen vandaag. Jij komt hem voorlezen. Ja. En dat doe je zomaar omdat je dat leuk vindt? Of, ja, ik vind het heel leuk om te doen. Ik leer ontiegelijk veel van hem. Ik lees kunstboeken voor. En dan vertelt hij ook nog een verhaal over zijn eigen ervaring daarmee. En hij leert me gewoon heel veel. Daar zal ongetwijfeld een heel boeiend verhaal uitkomen als je 102 jaar bent. Hij kan zelf niet meer lezen, begrijp ik. Nee. En hij is wel nog helemaal bij. Hij kan wel alles begrijpen. Ja. Hij ziet helemaal niks meer? Nee, hij heeft staar. Okay. Dus hij ziet heel wazig, maar hij kan niet meer lezen. En hij is helemaal bij. Oké, okay. Ja. Nou, ik ben zeer... Er is nog veel meer over te vertellen, maar dat gaan we dadelijk zien. Je zal wel een huissleutel hebben, dus ik loop je mee. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Hoe is het met u? Hoe gaat het met je? Goed, en met u? Best, dankjewel. Dag meneer Schepp, goedemiddag. Guy van Gent, Niveau TV Magazine. Ja. We komen eens kijken hoe het hier gaat met u. Zo te zien, heel erg goed hè? Ja. U bent 102 jaar, bijna 103 jaar. U hebt een glanzende carrière achter de rug, heb ik begrepen. Ja, dat kun je wel zeggen. U was directeur Zeer afwisselend hè. Ja, want u was buiten directeur van de Kunstacademie ook nog een begaafd schilder, als ik het... uw biografie goed gelezen heb. En reserveofficier. En reserveofficier zelfs. Ja, meer dan 4 jaar. Ik heb het gebracht tot kapitein. Aha, ja, ik ben nooit verder gekomen als kletsmajor, om eerlijk te zijn. Maar even terug naar uw schilderkunst, want die heeft ook een keer, een prijs gewonnen in Rome. Klopt dat? Een prijs gewonnen. Ja, de zilveren medaille van de Prix de Rome. Van de Prix de Rome? In 1901. Kan niet. Nee, 31. Ja, precies. Dat had ik onthouden vandaar. Maar ik vind dat u ontzettend goed nog met bij geest bent. U krijgt nog alles mee, hè? Want u leest ook nog de kranten, maar dat gebeurt op een hele speciale manier, hoe u de kranten leest. Daar is Safir voor hier. Hè Safir? Ja. Wat ga je het eerste doen vandaag? Inderdaad. Nou, ik ga altijd de krant voorlezen. Nou, ik zou zeggen, neem plaats, want dat is je vaste stek. En ik ben benieuwd. Nou, Atrium boos over Dependance AZM. Heerlijk. Het bestuur van het Atrium ziekenhuis. Dagboek van Vincent van Gogh. Antwerpen. November 1885. Februari 1886. Op 24 november 1885 vertrok Vincent naar Antwerpen. Als ik dat zo hoor, dan moet je zelf ook geïnteresseerd zijn in kunst, hè? Ja, absoluut. Want jouw vader en je moeder hebben een galerie. Je vader is zelf beeldend kunstenaar, dus dat moet je wel aanspreken, dit alles. Is het ook zo dat jij wel eens naar bijvoorbeeld het Van Gogh Museum bent geweest in Amsterdam? Je leest snel Van Gogh. Ja. En hoe kom je daar? Nou, de heer Scheffers die zei tegen mij, je moet echt eens naar Amsterdam gaan. En dan ga je eens naar het Van Gogh Museum.
En dan ga je eens naar de aardappeleters kijken. Nou, dat heb ik ook gedaan met mijn vriend Bastiaan. En daarna, toen we terugkwamen, hebben we ook werkelijk alles verteld wat we gezien hebben. En dan heeft de heer Scheffers ook nog vragen gesteld. Precies, dus je leert ook wat van absoluut. De heer Scheffers. En dat is natuurlijk een man met een enorme ervaring en levenswijsheid. Dus wat dat betreft zitten jullie goed. Je zegt met je vriend, hoe doe je dat? Want je komt hier elke dag, maar niet alleen elke dag, hè? En wij komen iedere avond en dan komen we hier slapen. Dan heeft meneer Scheffer dus een 80 jaar jongere vriendin in huis. Ja. Meneer Scheffers, dat heeft u goed bekeken. Complimenten. Maar ik begrijp dat jullie boven een eigen kamer hebben. En dat is natuurlijk de mogelijkheid. Daardoor kan meneer Scheffers hier nog blijven wonen in zijn eigen vertrouwde omgeving. Dat is natuurlijk een fantastische oplossing die jullie bieden. Geniet je er zelf ook van? Absoluut, ja. En ik leer zo ontiegelijk veel van de heer Scheffers. Ja, dat denk ik ook wel. En je vriend, is hij blij dat je twee vrienden hebt? Ah, ja hoor. Hij doet het ook met heel veel liefde. Ik vind u een fantastische man. Ik wens u nog een heel lang leven. En ik hoop dat u nog heel veel uren mag genieten van de verhalen. Dank u wel. Het uitzicht van Safir. Safir, jij weet het fantastisch wat je doet. En veel mensen zouden daar een voorbeeld aan kunnen maken. Ja, dank u wel. Ja, gang. Eind november 1885. Antwerpen vind ik mooi. Unieke situaties en niet alledaagse beelden. U ziet het bij Niveau TV Magazine.